obstakelen. En ik heb weer wat krassen bij. Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video hier op Rico Mania. Het is een tijdje geleden volgens mij dat ik gevlogd heb. Ik heb al een paar keer livestreams gedaan, hè. En ik zal even een korte update geven over van waar die livestreams in één keer tussendoor kwamen. Ik dacht, hè. Nou, mijn YouTube-kanaal is Rico Mania en ja, die naam die heb ik niet zomaar bedacht. Ik heb niet zomaar de naam gegeven, wel Rico Mania is omdat ik op dit kanaal van alles wat wil uploaden. Hè? Nou, ik wil vlogs gaan uploaden, waar ik een tijdje mee bezig ben al. Maar ik wil toch ook een beetje old school, want voor Rico Mania heette dit kanaal Rico Games en upload ik voornamelijk games. En ook alleen maar games. En dat is toch de old school, dus toch waar ik mee begon. En dat wou ik weer een beetje terugbrengen naar dit kanaal. Door dus ook games te gaan doen. Maar, wat betekent dat voor de toekomst? Dat ik af en toe eens een livestream of een video over games ga doen. Voornamelijk Minecraft, omdat dat echt old school is. En ik daarmee begonnen ben. Dat is mijn eerste PlayStation spel geweest. Maar het kan ook zijn een keer FIFA of... En een keer een ander spel. Hebben jullie nog een leuk spel? Laat het vooral even weten in de reacties. En misschien kan ik daar wat mee. Kom ook naar steeds andere video's. Proefwerkvideo's. Vlogs. Ik ben daar op de achtergrond druk mee bezig met ideeën uitwerken. Ideeën verzinnen. Opschrijven. Uitwerken. Mijn vriendin is daar ook heel erg op de achtergrond mee bezig. En ik wil ook even in deze video zeggen... Dat ik haar daar ontzettend dankbaar voor ben. Want ik heb op een gegeven moment besloten dat we dit kanaal samen gaan runnen. En ja, ze draagt echt haar steentje bij. Ze helpt me echt heel goed. Ze denkt heel goed mee. En ja, ze verzint van allerlei ideeën en ook leuke ideeën. En ze heeft er dan ook echt een mooi beeld bij hoe ze dat wil doen. En ja, dat scheelt mij gewoon heel erg enorm in tijd en zelf al het werk te doen. Dus... Ik ben er echt ontzettend dankbaar dat ze me daarin helpt, dus even een shout-out naar mijn vriendin. Schat, thanks voor je help. En zo, vandaag de dag. Het is een vlog over vandaag. Het is vandaag dinsdag 14 juli. Ik loop een beetje kreupel. En waarom is dat? Nee, daar kom ik straks op terug. Eerst, jullie hebben zo net aan het begin van deze video gezien... en we jullie kunnen genieten van een paar beelden van Noah... Hoe Noah met mijn vriendin aan het ahoeren is, aan het spelen is. Want het is echt een vechtersbaas. Ze doet alles wat baasje verboden heeft eigenlijk. In de gordijnen klimmen, in de vogelkorf van Johnny klimt ze bovenop. Ze doet alles wat eigenlijk niet mag. Maar ja, dat maakt het ook wel weer leuk. Oké, waarom strompel ik wat en kreupel ik wat? Ja, dat heeft een reden. Vandaag ben ik aan het werk geweest. En tijdens mijn werk, ik was aan het bosmaaien en ja, dit soort dingen komen wel eens voor. Ik kwam een wespennest tegen. Ja, echt super stom. Ja, die lag op de grond en ja, er groeide gras overheen. Dus op het blote oog, ja, je ziet hem niet. Je ziet niks vliegen, want ze zaten nog in het nest, dus je zag niks vliegen. En ik was dan gewoon rustig bezig met maaien en ja... En toen werd ik in één keer hier onder mijn kin, vlak bij mijn kin, werd ik in één keer gestoken. En ja, toen heb ik mijn spullen neergelegd en toen zag ik ze vliegen. Maar ja, toen was het al te laat, want toen zat ik al bij het nest. En dan heb je je vijandelijke geur en toen ben ik nog een keer gestoken. Ik ben twee keer gestoken, één keer hier vlak bij mijn kin hier. In mijn kaaklijn of zo, weet je, hier ergens. En één keer in mijn rechter enkel. En daar heb ik wel goed last van. Maar ja, goed, gelukkig hebben we op het werk van het spul... Allemaal van die materialen om het gif eruit te halen. En dat scheelt wel enorm. Maar ja, dat is dus de reden waarom ik
Een beetje mangloop. Ik ben al als de dood voor die beesten. Ik heb er echt een bloedhekel aan in die kringen. Goed, maar goed, maakt niet uit. Ja, zoals ik al zei, ik ben vandaag aan het werk geweest en daar is dit... daar is het gebeurd. Maar ik hoef nog maar 2 dagjes te werken. Woensdag en donderdag nog. En dan heb ik 2 weken vakantie. Dus dan kunnen jullie meer vanaf 20 juli tot en met 3 augustus... kunnen jullie misschien wat meer video's verwachten. Of wat andere video's verwachten dan jullie gewend zijn. Want dan heb ik vakantie. En dan, ja, als ik vakantie heb, heb ik natuurlijk ook meer tijd. En dat wou ik dus ook even zeggen in deze vlog. He? En ik, volgens mij wil Noah ook graag in de vlog. Dus ik zal haar even pakken. Noah, kom eens hier en niet bijten. Zo, want ze zat de hele tijd aan mijn broekspijpen te trekken. Dus dan wil ze waarschijnlijk ook in de vlog. Dus hier is Noah. He? Zeg maar hallo Noah. Kusje? Nee, geen kusje vandaag. Ja, ze is echt super lief hoor. Ah, niet bijten. Ik zei net tegen de kijkers dat je super lief was. Dan moet je niet gaan bijten, hè? Hé, hey, Pipo. Hier, ga maar lekker spelen. Dus, Johnny is er ook nog steeds natuurlijk, hè. Hallo, Johnny. Ja, die zit een beetje op zijn stokje mooi te dansen. En die wacht eigenlijk tot ik... Johnny die wacht nu gewoon tot ik ophoud met dom lult en ga slapen. Daar wacht Johnny eigenlijk een beetje op. Dus, dat is er eigenlijk even... zijn wij weer een beetje bijgepraat... nogmaals, ik heb vandaag ook door die wespen steken. En omdat ik vandaag best wel een chaotische dag had. Hè, ik moest boodschappen doen. Ik moest mijn moeder helpen. Naar mijn vriendin toe gegaan. En dus af en toe horen jullie even niet zo heel veel. Hè, de video's zijn wat kleiner dan jullie gewend zijn. Maar ja, we zijn op de achtergrond wel bezig met nieuwe ideeën. En er komen binnenkort echt wel weer leuke video's aan hoor. En dat wou ik in deze vlog even zeggen. En mocht je nou voldoende informatie hebben gehad. Mocht je fijn bijgepraat hebben. Vond je dit een leuke video? Knal dan even een blauw duimpje op deze video. Vergeet niet te abonneren. Als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan help je mij weer een beetje met motivatie om door te gaan met dit kanaal. Want dat zou ik gewoon super leuk vinden om weer nieuwe video's te maken. Meer video's te maken voor jullie. Dus, ik zou zeggen, fijne avond iedereen, of middag of ochtend. Moet even kijken wanneer die klaar is met uploaden natuurlijk. En dan zie ik jullie weer terug, mijn gloednieuwe video op Al Rico Mania. Mazzel!